Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij FIFA 22 spelen. Wellicht haal je er iets uit voor je eigen gameplay. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met Vitesse tegen Go Ahead Eagles. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat een like achter. Voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. Ik ben Sierte Vos. En naast me zit de gewaardeerde collega Jeroen Guter. Zoals gebruikelijk. En voor liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. Dit wordt een kraker, Jeroen. Jij was trouwens vroeger ook een kraker. Dankjewel, Siert. Ik hoop dat deze twee teams ons een mooie wedstrijd gaan voorschoten. Had er gewoon van afgebleven, want je teamgenoot stond niet in buitenspelpositie. Ja, dat heeft allemaal te maken met overzicht. En dat heeft deze speler niet. De bezoekende ploeg vandaag kennen we als een echt counterteam. Ze laten de tegenstander graag komen, dan wachten ze op een foutje en komen ze er overheen met een snelle counter. Wordt dat hun tactiek voor vandaag? Ja, dat lijkt me wel. Oh, als dat geen goal wordt. Geen probleem, die bal voor de doelman. Hij rukt op richting tegenstander. Goed er langs gegaan. Ja, redding. Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet die komt van heel dichtbij. Hè? Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Kijk, slim balletje hoor. Die bal kan er gewoon in. Het spel gaat verder naar die redding. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. Ze voeren de druk langzaam op bij de gelijke stand. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Een hele goede ingreep, maar wel een hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. En weer de druk op de bal. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Er is alweer Reva aan de bal. Je moet er wel binnen de palen mikken. Nou, dat zal hij al geprobeerd hebben, maar hij gaat in ieder geval ver naast. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Ze krijgen het balbezit weer. Brouwers. Schiet op doel. Hij weet het schot tegen te houden. Al vroeg druk gezet. Hij verslaat zijn tegenstander. Goed verdedigd en dan gaat die kopbal de verkeerde kant op. Oussama Tanane. Vitesse weer in de aanval hier. De speler verovert de bal met een uitstekende sliding. En de keeper maakt de steekpaas onschadelijk. Van de bal afgezet.
ruimte hier voor een voorzet. Schot is onderweg. Wat een snoek daar. Zeg, geweldige redding van deze keeper. Corner voor het doel gebracht. Oei! Iets nauwkeurig aan koppen, denk ik. Want die had best mogen zitten. Ja, lager richten, hè? Lager. Naar beneden. Naar de grond koppen. Danane. Ze kunnen hier voorkomen. Zo, wat een boeien, zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. Zwak verdedigend werk. Osama Tanane, schotkans van dichtbij. Goede verdedigende actie. Bal blijft binnen naar die redding. Tackle in het eigen doelgebied. We gaan de rust in met nog steeds de stand van 0-0. We gaan de rust in. We gaan gelijk door naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je en vergeet niet het belletje aan te zetten. En bij deze gelijke stand is het de vraag wat de tweede helft zal brengen. Hier is de aftrap. Goed van de bal gezet. Ja, nu kan er een counter komen. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Richetli Bazour. Lekkere steekpaas. Nee, de doelman zag die steek wel aankomen. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij stoomt verderop naar de speler die vrij staat. Ja, koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Sommige spelers kunnen dat zo goed, hè. Een bal met veel gevoel en precisie voor het doel leggen. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. De Arnhemmers glunderen nog na bij de aftrap hier. Hij rukt op richting tegenstander. Een schot. Hij weet het schot tegen te houden. Op de brommer er voorbij. Hij gaat tegen de lat. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Gevaarlijke steekpaas. Ja, de keeper staat goed op te letten. Die haalt die steekpaas eruit. Richetli Bazour. Een mededeling voor de eigenaar van voetbal. Of de delen van deze paas. Gooit de bal voor het doel. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Beter om ze te over. Anders gaat ze vanzelf uit. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Nee, daar komt de tegenstander alweer in balbezit. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Nu kan de voorzet komen.
Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Nou, wat kan hij hiermee? En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Kijk, dit zijn veelzeggende statistieken. Het balbezit is ongeveer evenredig verdeeld. Hetzelfde kunnen we zeggen van het doelpunt. Het is een spannende, spectaculaire wedstrijd. Ik dacht, die gaan we zo inkoppen, maar hij werkt hem gewoon naast. Wat een pechvogel, Jeroen. Ja, nou, of hij moet gewoon beter zijn tijd nemen. Hè? Maar in ieder geval gaat de bal langs de verkeerde kant van de paal. Ze komen aan de bal. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Daar schiet hij op doel. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Een goede schotkans. Maar de verdediging kan de bal wegwerken. Dat het nu nog gelijk staat, dat is aan hem te danken. Aan die keeper die het uitstekend doet. Want normaliter gaat zo'n kans er altijd in. De voorsprong dan nu. En hij zit, hij weet toch nog te scoren. En daarmee, ja, pakken ze een overwinning. Dat kan niet anders. Ja, dat kan haast niet anders hoor. Dit moet de beslissing zijn. Ja, kijk eens, het publiek op de banken en terecht. Want dat was een geweldige actie. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij alsof hij er niet staat. En dan de goal. Geweldig. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Die tackle zet hem van de bal af. Die achterstand kan nog weggewerkt worden. En ze gaan het nog een keer proberen hoor. Van dichtbij misschien de gelijkmaker. Zo, wat een kans zeg. Nou moet je zien en zo laat in de wedstrijd. Ja, dit was dé mogelijkheid om laat in de wedstrijd nog gelijk te maken. En zo'n bal mag je gewoon niet missen hoor. De bal weer heroverd. En nu wordt het oppassen. Zet verder door. De voorzet wordt gegeven. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Ze zetten goed druk. Pak de ballen. Op de brommer. Dit moet een doelpunt worden. En mooi laag in het doel geschoten. Zo de hoek in. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. En we hebben nu een stand van 3-1. En daar zit een tegenstander tussen. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. Daar heb je een fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis... Hierbij winnen we de wedstrijd met 3-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.